En leuk dat je weer kijkt naar Voorlees TV Veendam. Vandaag alweer aflevering 4. Voor vandaag heb ik weer een ontzettend leuk boek voor jullie meegenomen. En dat heet De Zeven Veren van de Bonte Papegaai. Luisteren jullie mee? Het hoofdstuk heet Het bos van de houthakker. Lang, lang geleden. Toen alle schepen nog zeilen hadden, leefden er twee kinderen met hun vader en hun moeder aan de rand van een groot bos. Doenja en Jorkos heetten die kinderen. Doenja was het zusje van Jorkos en Jorkos was het broertje van Doenja. En hun vader was houthakker. Elke ochtend ging de vader het bos in met zijn blinkende bel en hakte bomen met zulke rechte stammen dat ze dadelijk gebruikt konden worden... Als masten op zeilschepen. Niemand wist op welke plek in het bos deze kaarsrechte bomen stonden en de houthakker vertelde het ook aan niemand. Maar tegen Dunja en Jorkos zei hij op een keer: Het is er zo stil als de nacht en wanneer het waait dan zingen die bomen mooier dan het mooiste koor. Wat zingen ze dan? vroeg Jorkos. Als je groot bent. Zei de vader: "Groot genoeg om een boom om te hakken, dan mag je met me mee. En dan zul jij horen wat ze zingen." "En ik dan?" vroeg Doenia. "Jorkos zal het je vertellen," antwoordde de vader. Hij nam zijn blinkende bel en liep het bos in. Maar diezelfde avond kwam hij niet meer terug. Dat was nog nooit eerder gebeurd. En de moeder van Dunja en Jorkos werd zo ongerust dat ze de pannenkoeken liet aanbranden en bij het voorlezen een heleboel regels oversloeg. De volgende dag was de vader nog niet terug en de dag daarop ook niet. Zodat de kinderen zeiden, moeder, laten we vader toch gaan zoeken. Nee, zei de moeder, het bos is zo groot, wij zouden verdwalen. Toen zei ze, Vader komt heus wel terug en ze omhelste haar kinderen zo stevig, alsof ze hen nooit meer los zou laten. Maar op een vroege ochtend maakte Doenja haar broertje wakker en zei... Ik weet waar we vader kunnen vinden. Ik heb het gedroomd. Kom, dan gaan we zoeken. Ze kleden zich aan, slopen op hun tenen het huis uit en liepen het bos in. Waar is vader dan? vroeg Jorkos. Maar Dunja gaf geen antwoord. Ze liep maar en ze liep maar en telkens zei ze... nu hierin en nu daar langs. Alsof ze heel precies de weg wist. Heb je dat allemaal gedroomd? Vroeg Jorkos. Dunja knikte en bleef plotseling staan alsof ze naar iets luisterde. De bladeren ruisten in de wind. Maar heel in de verte klonk er nog iets anders. Het leek of daar gezongen werd... Jorkos gaf een schreeuw. De rechte bomenplek! riep hij. Dat moet daar zijn! Ze holden verder en ineens was het of ze aan het andere eind van de wereld kwamen, waar de gordijnen nog half dicht zaten. Het leek een zaal vol pilaren, kaarsrechten, die van de grond tot het dak liepen. Maar het waren bomen, zonder takken, met alleen hoog bovenin paraplu's van donkergroene dennennaalden. Het was er zo stil als de nacht. Tot er een windvlaag kwam. En toen hoorden de kinderen het zingen. Hoog boven hun hoofden. Heel mooi en heel droevig. Woei, waai. Woei, waai. Zoek de veren. Zeven veren van de bonte papegaai. De wind ging weer liggen. En het bleef doodstil. Papegaai, zei Doña Verstond jij dat ook, Jorkos? Ja, fluisterde Jorkos. Ik begrijp het niet. Heb je dat ook gedroomd? Nee, zei Doenja, ik droomde dat er. Verder kwam ze niet, want Jorkos gaf een schreeuw. Hij zag iets liggen, een eindje voor hen uit, en hij holde erop af. Het was een bel, de blinkende bel van hun vader. Vader, riepen ze. Vader, waar ben je? Er kwam geen antwoord. Jorkos bukte zich om de bel op te rapen, maar toen zag hij dat er een mannetje op de steel zat. Een vreemd mannetje. Het leek of hij van wolk was en zo zou kunnen wegdrijven. Of veranderen in een leeuw of een gezicht, zoals dat met wolken aan de hemel gebeurt. Ik weet wel waar jullie vader is, zei het wolkenmannetje. Oh, riep Dunja, ik ken u. Ik heb van u gedroomd. Dat weet ik, zei het wolkenmannetje. En ik zal jullie helpen om jullie vader weer terug te vinden. En willen jullie nou weten of die vader daadwerkelijk gevonden wordt en welke avonturen ze dan beleven? Dan zou ik zeggen: leen het boek bij de biep, haal het bij de boekhandel en dan wens ik jullie heel veel lees of luisterplezier. Tijdens deze Kinderswerfboeken Vierdaagse willen we graag wat extra aandacht vragen voor Nationaal Fonds Kinderhulp. En daarom hebben wij een online collectebus geopend. Willen jullie nou een steentje bijdragen en alle kleine beetjes helpen? Scan dan de QR-code hieronder in beeld en doneer. En dan zeg ik namens Summerfun en Nationaal Fonds Kinderhulp alvast bedankt. En tot morgen bij de laatste uitzending van deze serie van Voorlees TV. Seen them. Bye.